voor deze video en vandaag ga ik je vertellen hoe je een voedingsschema moet maken wanneer je wilt afvallen. Wanneer je deze video bekijkt, ga ik ervan uit dat je weet hoe je je calorieën moet berekenen. Als je dit nou niet weet, kijk dan eens mijn andere video hoe moet je afvallen. Die zet ik hier neer en ik zal de link in de videobeschrijving zetten. Oké, let's go! Als we weten hoeveel calorieën we moeten eten om af te vallen, aan te komen of om op gewicht te blijven, dan kunnen we gaan rekenen en dan kunnen we ze gaan verdelen. In mijn voorbeeld, plus minus, zal ik 3000 calorieën nodig hebben per dag om op gewicht te blijven. We trekken hier, zoals bij iedereen, 500 calorieën vanaf. En in mijn voorbeeld zal ik dus 2500 calorieën per dag moeten eten om af te vallen. Denk nou niet, Raymond, ik ga 500 calorieën minder eten, maar dit vind ik te weinig, dus ik ga lekker 1000 minder eten, want dan zal ik sneller afvallen. Toen ik bezig was met afvallen en ik woog toen op het moment 93 kilo, ik ben afgevallen naar 73 kilo. Toen dacht ik dus ook aan het begin, goh, ik ga lekker minder eten. Dus ik begon, in plaats van 2500 calorieën, begon ik 1300 à 1400 calorieën per dag te eten. Want ja, meer of minder eten is meer afvallen, dacht ik. Zo werkt dat niet. Helaas. Ik begon met trainen. De eerste maand, zoals veel mensen zich waarschijnlijk wel zullen herkennen, gaat het lekker hard. De tweede maand gaat het wat minder. En de derde maand liep ik helemaal vast, gebeurde er niks meer. Ik voelde me de eerste maand prima. De tweede maand begon ik me een beetje ellendig te voelen, een beetje chagrijnig. Het afvallen wilde niet meer werken. Energieloos, futloos, niet meer zoveel zin om te trainen, etc. Wat ik dus moest doen was zeker 1 à 2 maanden weer terugwerken naar mijn 2500 à 3000 calorieën per dag. Ik heb het gelukkig toen slim aangepakt. Ik ben naar 3000 calorieën per dag gegaan. Heeft mij ook weer zeker een maand gekost. Al met al 3, 4, 5 maanden verder. Daarna begon ik op 2500 calorieën per dag te eten en begon ik weer af te vallen. Puur omdat je, wanneer je langzamer afvalt, je het langer volhoudt en je lichaam dit ook lekkerder vindt en dit langer kan volhouden. Moraal van het verhaal, ik was dus een half jaar bezig en ik was zero opgeschoten. Behalve dat ik spiermassa was verloren en me helemaal energie en futloos voelde, was ik dus eigenlijk nog verder van mijn doel af. In mijn geval, dit is voor jou ongetwijfeld anders. Ik mag per dag dus 2500 calorieën consumeren. Dit kunnen we verdelen in 4 macronutriënten. Dat verdelen we onder koolhydraten, eiwitten, vetten en alcohol. Alcohol is niet belangrijk, want daar hebben we niks aan. Onthoud dit heel goed. Dit zal ik ook nog in de videobeschrijving hieronder neerzetten. 1 gram koolhydraten bevat 4 calorieën. 1 gram eiwitten bevat ook 4 calorieën. En 1 gram vet bevat 9 calorieën. We hebben dus 4, ik zal het op dit moment op 3 macronutriënten houden. Koolhydraten, eiwitten en vetten. Die hebben we te verdelen over het aantal calorieën wat jij mag per dag. Als je 2500 calorieën puur en alleen aan vet zal eten, in mijn geval dan zal ik afvallen. Al eet ik alleen maar 2500 calorieën aan koolhydraten, zal ik afvallen. En dan eet ik alleen maar 2500 calorieën aan eiwitten, dan zal ik afvallen. Maar dat wil niet zeggen dat de ene manier niet beter is dan de andere manier. In principe, als ik 2500 calorieën eet, het maakt niet uit om wat, dan val ik af. Maar we willen natuurlijk vet verliezen en niet alleen maar spiermassa. En ook om gezondheidsredenen en om je energielevel hoog te houden, zijn bepaalde verdelingen wel beter. En ik zal vertellen welke dat zijn. Er zijn 2 manieren om je calorieën te verdelen, om mijn 2500 calorieën per dag te verdelen. De eerste methode is in percentages. Deze verhouding die ik heb opgeschreven is een standaard template. 40, 20, 40. Dus 40% van mijn 2500 calorieën bestaat uit eiwitten. Dat zijn dus 1000 calorieën per dag. Vetten geldt hetzelfde, 20% zijn 500 calorieën per dag en voor koolhydraten 40% zijn ook 1000 calorieën per dag. In totaal dus 2500 calorieën. Wanneer je wat wilt spelen met deze macronutriënten, dit is gewoon een standaard template. Je kan hier best wat aan veranderen, want je zult op allerlei manieren afvallen. De ene persoon houdt bijvoorbeeld van meer vet, de andere van meer eiwitten, de andere van meer koolhydraten. Afhankelijk voor wat voor manier je traint en wat voor soort sport je doet,
en hoe jouw lichaamssamenstelling is en wat je geestelijk gewoon fijn vindt, kan je hier nogal een andere voorkeur voor hebben. Wanneer je hier wat aan wilt veranderen, zal ik persoonlijk de koolhydraten schrappen. Niet helemaal weghalen, maar je zou er bijvoorbeeld 10% vanaf kunnen halen en meer eiwitten gaan eten of meer vetten. +5, +5 of 10% eraf en +10. In principe heeft je lichaam geen koolhydraten nodig, maar persoonlijk, is mijn mening, vind ik het fijnst om ze wel gewoon binnen te krijgen. Van je vetten zou ik zeker niks afhalen, omdat heel veel mensen denken dat vetten ongezond zijn en je krijgt eigenlijk al snel te weinig vetten binnen. De tweede methode om je macronutriënten te verdelen per dag over het aantal calorieën wat je mag eten, is aan de hand van je lichaamssamenstelling. Ik mag, zoals jullie weten, per dag 2500 calorieën. Dit gaan we verdelen. Mijn eiwitten verdeel ik over 2 keer mijn lichaamsgewicht. Stel, ik zou 100 kilo wegen. 2 keer lichaamsgewicht is 200, dus dan mag ik 200 gram aan eiwitten. 1 gram eiwit bevat 4 calorieën. Dus 200 gram keer 4 calorieën is iedere dag 800 calorieën aan eiwitten. Bij vetten geldt bijna dezelfde formule, hij is iets wat anders. 1 gram vet bevat, zoals jullie weten, 9 calorieën. Alleen bij de vetten gaan we 1 keer mijn vetvrije massa aanhouden. Stel, in mijn voorbeeld, ik weeg 100 kilo. Mijn vetpercentage is 10%. Dat betekent dus dat mijn vetvrije massa, mijn lichaamsgewicht zonder vet, 90 kilo zou zijn. Als ik bijvoorbeeld 20% vet had geweest, had dit 80 kilo geweest. In mijn voorbeeld is dit 90 kilo. En 1 gram vet bevat 90 calorieën, dus 90 kilo keer 9 calorieën bevat 810 calorieën. Dus ik mag iedere dag 810 calorieën aan vetten consumeren. En als laatste hebben we de koolhydraten. 800 en 810 is samen 1610 calorieën. Dit heb ik momenteel verbruikt aan mijn eiwitten en aan mijn vetten. Ik mag iedere dag 2500 calorieën. Nou, 2500 min de 1610. Heb ik iedere dag 890 calorieën. Heb ik over om te verdelen over mijn koolhydraten. Deze twee zijn het belangrijkst. En die houden we aan. Dus we hebben dit over. 890. Nou, 1 gram koolhydraat bevat 4 calorieën. Dus 890 calorieën. Gedeeld door 4 calorieën. Is 222 gram koolhydraten per dag. Staat gelijk aan 890 calorieën. 800, 810, 890 calorieën samen maakt 2500 calorieën per dag. Wanneer je weet wat je mag eten, ga je kijken in welk product wat zit. Dus in welk product zit hoeveel koolhydraten, hoeveel vetten, hoeveel eiwitten. Neem bijvoorbeeld deze halfvolle melk. Hier zit per 100 ml 47 calorieën in. 1,5 gram vetten, 4,9 gram koolhydraten en 3,5 gram eiwitten. Toen ik nog bezig was met afvallen, toen controleerde ik elk product. En ik keek op de achterkant van elk product hoeveel calorieën, eiwitten, vetten, etc. dit bevatte. En bij elkaar, dit telde ik bij elkaar op. Ik schreef alles op, ik verdeelde alle grammen, etc. over elkaar. En daaruit komt een voedingsschema rollen. Tegenwoordig heb je honderden, duizenden apps en de app die ik persoonlijk het liefst gebruik is MyFitnessPal. Dit is tevens ook een van de grootste voedingsapps. Je hoeft bij deze app niet meer zelf je calorieën etc. allemaal bij te gaan houden. Je kiest een product en dat geeft gelijk aan zoveel calorieën zitten erin, zoveel eiwitten, zoveel vetten etc. Iedereen ter wereld die kan een product toevoegen en de hoeveelheid calorieën, eiwitten, koolhydraten etc. hoeveel dit bevat, dat kunnen ze zelf invullen. Ik vind dit eigenlijk een super mooi concept. Iedereen kan wat invullen en daarmee wordt de app natuurlijk aanzienlijk beter en hoeven de makers zelf ook minder werk te doen. Maar er staan dus honderden, duizenden producten in, maar het nadeel is dat sommige mensen alleen de calorieën invullen en niet het aantal eiwitten en vetten, etc. Dus sommige producten die zijn half of verkeerd ingevuld, want dat kan ook gebeuren. Dus ik raad wel altijd aan om een product te kiezen en dit even echt te controleren met het product wat je in je hand hebt. Het handige aan de app is dat het ook onthoudt wat je eet en de producten die je vaak eet, die onthoudt die. Dus je hoeft het niet iedere keer te controleren als je vaak dezelfde producten eet.
Als je deze video combineert met de video hoe moet je afvallen, ik zal de link weer onder in de videobeschrijving zetten, dan heb je een geweldige start om af te vallen. Dan moet het helemaal goed gaan komen en begrijp je nou iets niet, kan ik je ergens mee helpen, stel dan alsjeblieft je vraag. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Daar kun je nog meer van zulke soort fitnessvideo's vinden. En wil je nooit meer een video missen? Dan kun je je abonneren en dan krijg je iedere week een nieuwe video van me. Bedankt en tot volgende week.